Hey, yo, YouTube. Met je man hier. Oké. Ik kom hier niet veel en niet vaak bij het trommeltje. Maar het lijkt alsof ik de deuren hier nu wel plat loop, omdat ik gisteren hier ook al was. En vandaag opnieuw. Vandaag opnieuw omdat ik belde naar papa en mama die bij vrienden waren gaan eten deze middag. Als zij terug thuis waren, papa en mama. Dat bleek niet, bleek dat die nog bij vrienden waren, waar ze deze middag ook waren. Dus daarom dat ik hier bij het trommeltje ben. Uiteraard ben ik bij het trommeltje om iets te doen waarmee eigenlijk het hele macho burger verhaal ooit begonnen is met deze Bikkie Burger. Want het verhaal gaat zo dat toen Trommeltje in Frituur Trommeltje op de vorige locatie was, dat ik regelmatig, minstens één keer per week of meer, bij Frituur Trommeltje in Belde dit dus kwam eten. Een Bikkie Burger. Bikkie Burgers hier bij Frituur Trommeltje zijn overheerlijk, altijd een echte aanrader. Einde vlog, maar nu ga ik mijn telefoon hier even opladen, want daarom was ik eigenlijk ook naar Trommeltje gekomen, om als ik daar at, terwijl dat ik dan at, mijn telefoon te kunnen opladen. En als ik thuis ging om te eten en zo, dan had ik daar mijn telefoon opgeladen. Maar YouTube, ik ga nu genieten van mijn Bikkie Burger. Met heerlijke knapperige uitjes. En mijn iced tea. Smakelijk eten iedereen. Einde vlog, peace out, mic drop.